Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag gaan wij voor het eerst de nieuwe game Star Wars Squadrons spelen. Thanks to the EA Game Changers dat ik dit eerder mag spelen en aan jullie mag laten zien. Laat vooral weten wat je ervan vindt en of we dit vaker moeten uploaden. En dan gaan wij meteen beginnen met de game. Ik heb net mijn poppetje aangemaakt en we gaan nu beginnen. Ik heb niet heel veel ervaring met vliegspellen, maar hey, het is weer een nieuwe uitdaging. Dus we kunnen racen, kunnen we ook vliegen. We gaan het zien. Alright, en we gaan zo meteen... lanceren. Dit is ons vliegtuig. En we gaan de ruimte in. Oh, wauw. Dit is zo vet, hè, jongens. En als je dit in VR doet, dan word je helemaal gek. Dat wil ik echt. Helaas heb ik geen VR-bril. Dus we moeten even kijken wat alle controls zijn en hoe het werkt. We gaan even opstarten. Kom maar op. Yes, we zijn klaar om te gaan vliegen. Oké, we zijn in space, jongens. Oké, dit is sturen. Oh my god. Ik ben dit met de controller aan het doen. Natuurlijk is het anders dan... dan ik gewend ben, want je kan nu ook nog eens even over de kop gaan, zowat. Oké, nu gaan we even knijtertje hard. We gaan hem volgen. Oh, hij gaat nog harder. Heeft hij een soort boost of zo? All pilots follow me. On my way, sir. Copy that. Oh, jezus. Ik stond bijna, vloog me tegen die andere aan. Gaat hij nou over de kop? Oh, mag wij ook? Hoppa. En daar gaan we. Ik wil deze scannen. Oh, remmen. Eens even kijken. Wat zit hierin? Oké, nou, volgende schip. Oh. We moeten even dit schipje gaan proberen te pakken. Als het kan. Kom op, go, go, go. Fire. Oh! Oh, rustig, rustig, rustig. Chase? Oké, ik ga hem stoppen. Ik ben... Oh, lekker dichtbij. Oh, ik heb wat zelf gesloopt. Ik moet snel... Oh, we zitten tegen elkaar aan. Dit gaat helemaal goed hier. Oh, 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 ja. Yeah. Ja, yeah, we got him, we got him. We moeten hier even naar wachten. Jeetje, wat zijn er veel hier. Hoe doen mensen dit zo snel? Oh-oh. Yo, what's up? Ik ga heel ver eruit. Hoe is het met mijn lasers? Oké, hier gaan we even wat veroorzaken. Oké, die pot. Hier ook beneden. Ja, die hebben we ook. Kijk, dit gaat goed, dit gaat prima. Oh, ik moet even cyclen. Wat zijn dit voor lasers dan? Single shot. Lekker bezig, boys. Wat hebben we hier weer? Hoppa, geen probleem. Even kijken. Yes. Die is ook kapot. En hebben ze. Lekker. Oh-oh. Zijn ze er weer? Hallo? Oh-oh, we zijn bijna kapot. Fix the shit. Oh my god, nu gaan we echt in battles. Oh, we gaan even over de kop, joh. Die kan ik toch allemaal helemaal niet, jezus. Oh. Oké, hier hebben we een target. Oh, jezus, waar vlieg je helemaal in, jongen? I'm trying to catch him. Jezus. Er gebeurt van alles om ons heen. Charging. Ja, ik probeer even weg te komen hier. Even hier omheen. Kijken of we het kunnen doen. Hier zijn nog wat mensen. Even komt van iets verder. En ik ga weer repairen. Oké, ik wil jou pakken. Oké, dik fightier, dikke battle. Kom op, pak hem. We hebben hem. Enemy is down. Volgende patiënt. Oh, die vliegt zelf tegen dat ding aan.
gewoon maar door, jongens. Het is zo moeilijk. Dit is net Formule 1 in de ruimte met Call of Duty erbij. Het is veel multitasken, maar het is wel leuk. Het is wel genieten, hoor. Oh my god, er zijn zoveel mensen hier. Gaat die kapot? Ja, die is kapot. Die is ook kapot. Oh, rustig aan, jongens. Ik kom niet kapot. En, oh, hier. Boom zijn ze. Oh, hij vliegt over me heen. Waar ga je nou heen? Waar ga je nou heen? Waar ga je nou heen? Ik ben echt dat pijltje aan het volgen. Oh, ik word beschoten door iemand anders. Terwijl ik hem probeer te killen. Hieronder hebben we nog iemand. Die gaan we even... Huppakee. Ja, ik heb hem gevonden. Oh. Even over de kop. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Iets voor hem, iets voor hem, iets voor hem, iets voor hem. Yes. Kijk, hebben we die ook. Volgens mij hebben ze allemaal, jongens. Lekker hoor. Prepare to fire. Dan gaan we weer de shooting op... Oh, missile incoming. Nee, 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 nee. Oh, oh. Nee. We hebben een probleempje hier. Sorry, Teresa. After Alderaan, I can't ignore what the Empire's become. So, Lyndon, what are you saying? That I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel, then so be it. Damn it! Pilot, see if you can bypass his shutdown. Mash any button. Oké, ik mag lekker button mashen. En we hebben het gefaked, jongens. Werkt altijd. Gewoon lekker spammen. En we moeten hem even gaan chasen. Send immediate assistance. Divert power. You will gain speed and agility. Dus volgens mij boven is balance. Onder is het... Nee, boven is het shooting. Links dan speed and agility. Je moet echt een beetje... Oké, we gaan nu knijten zo snel dadelijk hoor. Ik moet ondertussen ook wel een beetje schieten volgens mij hoor. Oh. Is hij ons nou aan het verraden? Viezerik. Viezerik. We kunnen bijna niet schieten nu. Omdat we eigenlijk gewoon weg moeten komen hier. Are we gonna make it? Er is vuur overal. We staan half in de fik hier. Convoy. Oh nee. Oké, thank you, thank you. Get out of here! I wish you'd seen things my way. Goodbye, Teresa. Nee! Oh! 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 Allemaal stenen. Is dit nou echt geblokt? Was ik niet snel genoeg? En nu zitten we in de andere ruimteschepen. Deze ziet er wel veel cooler uit, hoor. We need help. The call sounds desperate. Can anyone make out what he's saying? They're working on it. Oké, Echo Squadron on me. Oké, jongens, we zijn nu Echo Squad. This is Echo Rackbar, Echo Squadron. We moeten hem even gaan volgen. Oké, nu gaan we in fully speed mode. Nou, dan gaan we weer naar de volgende missie, jongens. Ik vind het wel cool. Laat me weten of jullie hiervan story mode willen zien. Lijkt me wel tof om te doen. Of misschien kunnen we dit gewoon even af en toe lekker streamen. Gewoon lekker chill, even door de ruimte zweven. And there we go. Hoppa. Oh. We worden dadelijk zo hard aangevallen. Boost. Oh, chill. Lekker, we gaan naar onderdoor. Oh, ik word een beetje aangevallen. Ik kan vrij weinig sturen omdat we zo hard gaan. Oké, ik ga weer even... Nee, ik ga nu op de missile stand. We gaan ze kapot maken. Kijk, dit gaat goed. Ik moet die middelste nu even hebben. En die hebben we ook. En nu hem. Oh, hij zit vol in die explosie van die andere. Oh, ik word aangevallen door iemand anders. Ja, aan de onderkant ergens. Oh my god, wat is hier allemaal aan de hand? Oh my god, er zijn er veel te veel. Kijk, er zijn er veel te veel. Fire missile, ja. Recharging. Oké, nog eentje. Hoppakee. Raakt hij hem? Hij trackt hem. Hoeveel? Kan ik ergens zien hoeveel HP hij doorheeft? Is hij nou weg?
Oh nee! Security. So you told the Empire where to stick it? You could say that. We zijn opgelicht, jongens. We zijn gescampt. Oh, ja, dat ging bijna verkeerd. Oké, we maken jullie al met mijn kapot, joh. Hier. We gaan achter hem aan. Ik ben helemaal klaar mee. 500 meter. Kom dan hier. Missen op je bakkes, jongen. Hoppa, weg ermee. En even healen natuurlijk. Wie hebben we nog? Volgens mij hebben we het geld, jongens. Rebalance power. Pff. Nou, de battle is over. We gaan nu weer terug. En we moeten deze squad escorten. Ik ga even op de speedstand. Dat we even wat sneller zijn. Want we lopen een beetje uit. Oh my god. Er is weer een hele groep om ons te pakken. Oké, hij moet we hebben. Oh! Wat gebeurt er allemaal? Oké, kijk, hier rechts zit een hoop. Gelukkig heb je een soort minimap links daar op je vliegtuig. Ja. En nu moeten wij hier het grote schip even destroyen. En dat is gelukt, jongens. Kijk eens aan. Hoppa! Holy damn. En ik ga nu weer even in de vliegmodus. Oh, daar gaan ze. Oké, we moeten hier destroyen. Oké, kom op. Ik moet even hier weg. Ik moet ietsje verder weg. Oké, kan ik geen raketten meer schieten? Ik heb er nog één. Kom op. We zien ook de health bar. We zitten op 20%. Nou, kom op. Blijven schieten. En de profit voor mijn neus. Oh. Ik ga even rustig naar achter. En hij is kapot. Oké, we moeten hier even dit kapot maken. Gaat goed. Shit. Volgens mij zijn we getarget. Even kijken of we nu weer wat kunnen doen hier. Hij zit op een kom op jongens. We hebben hem bijna. Kom op. Ik gooi nog een raket erop ook. En volgens mij hebben we daarmee alles. Oké. We're gonna do this. Let's go. Super speed. 3, 2, 1. Kom op. 3, 2, 1. En daar gaan we. We all choose our path. Light or dark. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Nou, we hebben de intro dus voltooid. We kunnen de story verder gaan doen, maar we kunnen ook gaan customizen, oefenen en multiplayer gaan doen. Dus er is nog van alles te doen. Maar dat zie je in de volgende video. Vond je dit een leuk? Smash vooral dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En doe het belletje aan zodat je geen enkele video mist. Laat weten wat je vindt van Squadrons. En of we dit vaker moeten doen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later!